van die vagina's die dan echt heel strak zijn, met bijna met heel weinig schaamlippen. Grote, kleine, dikke lippen, dunne lippen. Dat je gewoon helemaal niks naar buiten ziet. Seks. We lijken er geen genoeg van te krijgen. In Sexperts delen verschillende soorten sekswerkers daarom hun verfrissende blik op seks. Ze geven tips en tricks en delen hun eigen hete ervaringen. En vandaag hebben ze het over vagina's. Ik heb een heleboel vagina's gezien. En best wel veel. Alle vagina's. Ja, echt bijna allemaal. Van die vagina's die dan echt heel strak zijn, met heel weinig schaamlippen. Hele strakke vagina's. Vagina's die toch net wat verder open stonden. Ja, ook omdat ik films maak natuurlijk, ja, je krijgt alles te zien. Grote, kleine, dikke lippen, dunne lippen. Dat je gewoon helemaal niks naar buiten ziet. Dat heb ik, zeg maar, dat het heel erg naar binnen zit. Vagina's volledig roze. Of vagina's waarbij de buitenste schaamlippen een beetje verkleurd waren. Groen, blauw, geel, oranje. Vagina's waar je net één vinger in kan stoppen. Vagina's waar je er 1, 2 en dan denk ik, oh nee, 3 en dan, oh maar 4. Weet je, dat je denkt, nou nog even en ik stop mijn hoofd erin. De danseressen, want ik dans zelf ook, die voelen zich bij homo's heel erg vrij. Dus die lopen poedelnaakt gewoon langs. Die denken van, er gebeurt niks mee. Ze vergist zich erin, want ik wil dat nog steeds met vrouwen doen. Ik kom wel vaak mensen tegen die dan een heel raar verhaal hebben over een vagina. En zoiets heb ik dan nog nooit gezien. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit naar vagina gekeken en ik dacht van, dat ziet er echt niet uit. Nee. Nou, het maakt me niet uit hoe een vagina uitziet als ze maar eentje heeft. Ik zelf persoonlijk hou, als ik naar een vrouw kijk, hou ik van grote bos en een strakke vagina. Maar ik weet dat in de werkelijkheid niet zo eruit ziet. Nee, elk vagina is verschillend. Maar goed, dat is waar gewoon hoe een homo daar naartoe kijkt. De werking blijft hetzelfde. Een man maakt het volgens mij helemaal geen donder uit. Moet een vagina mooi zijn, zodat jij seks ermee kan hebben? Als dat zo is, je hebt issues, my bro. Echt serieus. Nee, voor mij maakt het niet zoveel uit hoe een vagina eruit ziet. Meer de geur. De geur is heel erg belangrijk. Als het niet goed ruikt, dan is er een probleem. Maar hoe die eruit ziet, ja, daar kan je niet echt veel aan doen. Het is niet iets voor een vrouw om onzeker over te voelen of zo. Want het blijft gewoon nog steeds een magisch stukje vrijheid. Op het moment dat je geil bent, dan vind je het niet erg hoe een vagina eruit ziet. Lang maar schoon is. Ja, ik heb gewoon twee buitenlippen. Die zijn gewoon best wel klein. En dan heb ik twee binnenlippen. Die vallen er maar binnen. En je ziet gewoon heel duidelijk mijn clitoris en je ziet heel duidelijk mijn vagina. Mijn buitenlippen zijn sowieso wat groter dan mijn binnenste. En ik heb sowieso best wel kleine binnenste schaamlippen. Sommige delen zijn wat donkerder, sommige delen zijn een beetje roze. Het is allemaal best wel klein. Ja, de mijne is wel, hoe noemen ze dat altijd? Een poefie. Poesies. Het is gewoon dat alles wel gewoon naar binnen zit. Dat je wel gewoon je lippen ziet, maar je ziet bijvoorbeeld niet je klit of je binnenste schaamlippen naar buiten hangen. Dus alles zit heel erg naar binnen, zeg maar. Ik denk dat elke vrouw wel op een moment in haar leven onzeker is over geweest. Nee, eigenlijk niet. Ja, vroeger wel. Bijvoorbeeld toen ik porno keek, zag ik heel vaak vagina's die gewoon meer open waren of meer naar buiten. Maar ik dacht, mijn is heel erg dicht of zo op een of andere manier. Dus dat vroeger vond ik dat wel raar. Ik dacht van, oh shit, misschien heb ik gewoon een rare vagina. Maar toen kwam ik dus achter die term, hoe dat heet. En toen zag ik dat heel veel vrouwen dat hadden. En dacht ik, ik ben niet raar. Je hebt toch altijd iets, dat je jezelf gaat vergelijken. Van, dit is wat ik heb gezien en dit is niet hoe mijn vagina eruit ziet. En dat je daar dan toch iets van onzekerheid over ontwikkelt. Dus ja, ik heb me er wel eens onzeker over gevoeld. Maar dat heb ik nu eigenlijk niet meer. Vagina's en porno zijn allemaal echt. Ja, vagina's en porno zijn behoorlijk echt. Ja, zover ik weet wel. Soms wel, soms niet. Die van mij is echt in ieder geval. Niks aan laten doen. Daar hebben we een aantal aan gesleuteld. Ja, net zoals de borstvergroting heb je, de lippen kun je laten doen. Deze wel. Het zou ook niet fijn zijn als alle vagina's hetzelfde zijn. Dat ze allemaal even strak zijn, de schaamlippen zijn even groot. Dus ik denk dat meiden juist ook een bepaalde bekendheid krijgen of een bepaalde following. Juist door hoe een vagina eruit ziet. Soms ook vrouwen die hebben schaamlippen, die komen bijna tot aan de grond. En ja, dan heb je toch wel vrouwen die worden er onzeker over. En die laten het dan eventjes een klein beetje bijsnijden, zeg maar. Zodat het net het kleine porno poesje wil. Nou, als je echt serieus gewoon een probleem mee hebt, dan zou ik zeggen, ja, gewoon lekker laten doen. Als een vrouw de schaamlippen te groot vindt, of vindt dat ze een andere vaginale correctie nodig heeft, dan is het heel fijn dat dat tegenwoordig kan. Een manier van geld te pakken van mensen met insecurities. En dat vrouwen er zoveel meer kritisch op zijn, dat weet ik wel zeker, dan wij mannen. Het is niet nodig, dames. Echt niet. We eten het zoals hoe het is. Echt.
Ik ken echt niet veel mannen die het echt heel veel uitmaakt allemaal, maar vrouwen zijn daar wel heel erg mee bezig. Het is niet hoe het eruit ziet, het is hoe het ruikt. Als het schoon is, we don't give a fuck about how it looks. Echt. Zo, met een hoop faceplant. Alsjeblieft, om. Hoeveel is dat? Ja, 3 seconden niet eens, hè? Oh, je hebt niet eens gekeken. Oh, wat erg.